tentoonstelling herrees de werkplek van Herman Brood vandaag in het Amstelveense Museum. De opening werd verzorgd door een van zijn fans, namelijk Klaas-Jan Huntelaar. Ze hebben schilderijen uit elkaar gepleurd, laat ik het zo zeggen. Ja. En dan kun je er doorheen lopen. Dus de achterwand is natuurlijk gewoon dan allemaal linnen. De Herman Brood overzichtstentoonstelling werd vanmiddag geopend door de geblesseerde Ajax-spits Klaas-Jan Huntelaar. De voetballer toonde zich een groot liefhebber van Hermans werk. Ik vind het mooie kunst, mooi om te zien. Een oom van mij die had het en toen ging ik een beetje, wekte hem wel mijn interesse, zeg maar. Zo ben ik eigenlijk een beetje gaan kijken. Sommige dingen spreken mij wel aan en andere wat minder, net als bij iedereen eigenlijk. Dus, Onderdeel van de tentoonstelling vormt het Herman Brood Atelier, dat ruim 7 maanden lag opgeslagen in het Westelijk Havengebied. En hebben we het al die tijd opgeslagen in containers, bewaakte containers. En dat is nu allemaal hierheen gegaan. Is het allemaal compleet? Ja, nou, zijn er wel heel veel dingen niet. Het kan niet, want het was daar groter. Maar als je nou zegt iets van 90%, toch wel, ja. Alles afgestopt? Nee, juist niet. Want de DNA moet erop blijven. Dochter Lola Brood probeerde het verschil te ontdekken met het atelier dat haar vader achterliet op de Spuistraat. Lijkt het een beetje? Ja, nou, de troep is wel hetzelfde. Ja, is het ook wel hetzelfde? Ja, weet je, die geur die mis je natuurlijk hier. Nou, daar stonk het wel, daar was het ook wel echt vies. Was het wel overal drankjes en... Maar dat zou nu wel heel erg vies geweest zijn als ze die nu nog steeds hier hadden. Als er niemand gekomen? Nou, ja, of binnengekomen en heel snel weer weggegaan. De overzichtstentoonstelling van Herman Brood is tot en met 25 januari 2009 te bezoeken in het Jan van der Togt Museum. En dan nu de sport.